KWF Kankerbestrijding noemt alle reacties van mensen die opnieuw geld inzamelen hartverwarmend. Zondag werd er bij de Haagse afdeling van het KWF ingebroken en werden honderden collectebussen leeggehaald. Omdat de collecteperiode van het KWF is afgelopen, mogen ze niet opnieuw langs de deuren. Her en der zetten mensen nu andere acties op om alsnog geld binnen te halen. De harde wind heeft maandagavond geleid tot 300 meldingen in de regio Haaglanden. Van omgewaaide bomen, afgevallen dakpannen en omgewaaid straatmeubilair. In Hollands Midden kwamen een kleine 100 meldingen binnen bij de hulpdiensten. Er raakte niemand gewond door de storm, maar er werden wel auto's beschadigd. Café Reina aan de Gouverneurlaan in Den Haag moet 6 maanden dicht. Reden is dat er eind vorig jaar werd geschoten op het toilet. En volgens de regels moet een café dan een half jaar de deuren sluiten. De eigenaar is woedend en wanhopig tegelijk. Hij kan naar eigen zeggen niets doen aan de schietpartij en is bang dat de sluiting zijn kroeg de kop kost. In Zoetermeer is burgemeester Jan Waaier aan zijn laatste jaar begonnen. Maandagavond liet hij de gemeenteraad weten per 1 september 2012 te zullen vertrekken. Volgens Waaier is het burgemeesterschap een ontzettend zwaar beroep en is het na 27 jaar wel mooi geweest. Sinds 2004 was hij burgervader van Zoetermeer. Daarvoor was hij dat in Schipluiden en Ridderkerk.